Goedemorgen, welkom bij Vlogmasdag 15. The most famous reindeer of all. Charles. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny. Goedemorgen. Het is dag 15 alweer. Ik heb vanmorgen de adventkalenders al. Ik heb ze nog niet opengemaakt. Dat ga ik zo meteen doen. Het is inmiddels een beetje halverwege de ochtend. Ik ben vanmorgen even een beetje op gaan ruimen en zo. En ik ben nu even lekker twee broodjes aan het ontdooien en eten. Zo van die papa broodjes, maar die komen uit de vriezer. Dus ik moet ze eerst ontdooien voor ik ze op kan warmen. Dus ik ga die zo even lekker eten. Ik heb meteen een paar kleine boodschappen staan. Ik heb heel veel hoofdpijn. Ik ben niet zo lekker. Dus ik ga ze heel veel innemen. En ik denk lekker vandaag mijn gemak houden en niet zoveel doen. Ik heb pijn in mijn schenen. Ik heb slecht geslapen vannacht. Dus dat was niet zo lekker. Maar goed, maar niet uit. Maar vandaag denk ik toch niet zo heel veel doen. Dus. Ik draai deze even om. Dus een beetje kunnen ontdooien. Zo. Dan kan ik ze daarna opwarmen en lekker opeten. Maar er komt vandaag een pakketje binnen waarvan ik eigenlijk niet weet wat het is. Ik heb alleen de foto's ervan gezien. Dus ik ben heel erg benieuwd. Iemand heeft dus iets voor mij gemaakt. En ik weet dus niet wat het is. Dus ik ben heel benieuwd. En ik zit aan een blikje Red Bull. Van gisteren, want die heb ik nog niet op. Goed. En ik doe mijn gordijnen dicht. Kacheltje aan. En ik ga mijn bedje weer uitklappen. Ik ben niet lekker. Ik ben moe. Ik heb slecht geslapen vannacht. Ik heb tegelijk een paar in mijn schenen. Al 2,5 dag. Ik ben niet zo lekker gewoon. Dus ik ga het liggen. Ik dacht ik ga er niet aan toegeven. Ik blijf gewoon wakker. Maar ik wil niet. Ik wil mijn bed in. Ik ben niet lekker. Dus daar ga ik ook niet meer moeten opblijven. Als ik toen niet lekker ben, duik ik er gewoon weer terug in. Ik heb in ieder geval de vlog geëdit. Ik ga even mijn adventkalender doen met jullie. Even kijken hoor. 15. Ah, nummer 10. Deze is van... dit is een ander merk nu. Lekker. Lekker, lekker, lekker. En hier nummer 15. Bovenin. Een nude kleurtje nagellak. Oh, maar daar ben ik wel blij mee. Dat vind ik altijd leuk. Toppie. Zo. Nou. Bedjes uitklappen. En erin. Ben je lekker. Ik heb het ook eigenlijk voor vandaag maar wel even gehad. Het is nog niet eens middag. Oké. Ik duik lekker warm mijn bedje in. Ik vind het best. Ik ga even een jongensbroek aantrekken. Deze trui hou ik wel gewoon aan. Ik ga even een makkelijkere broek aantrekken. En dan verblijf ik lekker in mijn bedje. Ik heb geen zin om eruit te gaan en moeilijke dingen te gaan doen. Daar begin ik even lekker niet aan. Goed. Ik heb even pijnstilling ingenomen. Ik ben niet lekker en ik weet gewoon niet wat er aan de hand is. Mijn schouder doet me ontiegelijk veel zeer. Ik ben moe. Ik heb pijn in mijn borst weer. Ik weet niet waar dat in één keer vandaan komt. Mijn schenen doen natuurlijk zeer.
Ik nee, ben al met al niet helemaal lekker. Dus wat ik net al zei, ik duik lekker mijn bedje in. Er was vandaag toch niet heel veel op de planning. Dus ik vind het best lekker onderkinbeeld, maar boeien. Ik heb net even pijnstilling ingenomen en ik ga gewoon even liggen. Ik heb het koud. Dus ik ga even YouTube kijken. En even lekker mijn ogen dicht doen. Dus misschien heb ik het gewoon heel even nodig. Ik ben niet lekker. Misschien dat ik daarna even opknap. Ik ga gewoon even mijn ogen dicht doen. Goed, ik heb dus gedacht om even mijn ogen lekker dicht te kunnen doen. Dat gaat dus niet. Ik krijg het niet voor elkaar. Ik heb van Ellen en mijn BH weer uitgetrokken. Ik heb weer heel veel pijn hier tussen. En onder mijn borst, dus wel op mijn borst. Maar oh. Ik weet niet wat er aan de hand is. Ik vind het vreselijk. Ik lig in een trui en een joggingsbroek op mijn bed. Ik kan mezelf geen houding geven, maar er is wel iets leuks binnen. Ik heb namelijk iets super cutes van Chantal gehad. Zo blij mee. Die heeft namelijk een hoesje laten bedrukken. En dit is zo leuk. Met mijn diertjes erop. Antwerpen, koffie. En twee foto's van Tom. Zo leuk. Zo ontiegelijk blij mee. Maar ik heb dus de vlog geëdit vanmorgen. En ik heb hem eigenlijk nog niet gecheckt. Ik heb hem wel geüpload, maar niet gecheckt. Dus. Ik denk dat ik dat nu even gauw ga doen. Ik heb het benauwd. Ik heb echt pijn. Ik zijn elke keer alles helemaal verkrampt. Maar ik denk dat het met mijn darmen te maken heeft. Weer. Want ik ga de laatste paar dagen een beetje moeilijk. Dus dat moet wel de reden zijn. Dat ik nu pijn op mijn borst heb. Dat gaat natuurlijk allemaal weer lekker lopen drukken. Maar goed, ik ga even lekker de vlog van gisteren kijken. En even lekker genieten. En ik heb trouwens afgesproken dat Tom om rond een uurtje of 1:30, 2 belt. Voor het geval ik aan het slapen was, dat ik wel weer even wakker ben. En niet de hele dag blijf slapen, anders slaap ik vannacht weer niet. Maar ik ben toch wakker. Goed, we zijn een uur verder. Ik heb de medicatie ingenomen. Die ik moest innemen om dit allemaal een beetje te onderdrukken. En het werkt niet. Mijn schenen doen nog altijd ontiegelijk zeer. Ik weet niet wat dat is. Ik heb nog steeds pijn op mijn borst. Ik begin heel raar oppervlakkig adem te halen. Doordat ik voel me een beetje opgefokt. Ik weet niet hoe ik adem moet halen. Ik weet niet wat er aan de hand is. Ik weet werkelijk waar niet wat er nu aan de hand is. Het enige wat ik weet is dat ik ontiegelijk veel pijn heb. Dat ik op allerlei idiote manieren zonder pijn wil zitten. Deze pijn heb ik precies ongeveer 3 maanden geleden opgehad. Tijdens het droventietje. Dat ik gewoon niet wist waar ik het zoeken moest. En dat heb ik nu dus weer. Dit gaat gewoon weer even finaal fout. En het is vreselijk. Ik kan niet liggen. Ik kan niet zitten. Dan doet het zeer. Als ik lig, wil ik mezelf een houding geven. Dat werkt niet. Ik weet het niet. Ik kijk het nog een uur aan. Is het over een uur, anderhalf uur nog steeds zo? Dan ga ik heel misschien de huisarts bellen. Ik heb er geen zin in. Ik wil ook helemaal niet de huisarts bellen. Maar dan denk ik wel dat ik de huisarts ga bellen. Ik voel me niet ziek of zo. Ik heb alleen pijn op mijn borst. En dat maakt me zo benauwd en eng.
dan denk ik, ik ga even liggen. Dan zakt het weer. Nu lig ik. Zakt het weg. En komt het weer compleet op. En dat heb ik als ik zit, lig, loop. Noem het maar op. Het zakt op het moment als ik ga zitten, als ik ga liggen, als ik ga lopen. En een paar seconden later is het er weer. En dat is ontiegelijk naar. Ik zou met Kees Bob naar de dierenarts gaan, de cavia, die is ziek. Maar dat gaat me niet lukken. Mijn pa gaat nu. En er is ook nog iemand voor dakkapel die er volgend jaar opkomt. Dus mijn pa is alles tegelijk. Ik vind het heel kut. Ik had heel graag eventjes met Kees naar de dierenarts gegaan. Maar ik trek dit niet. Ik trek dit totaal niet. Goedemorgen. Het is de volgende dag. Ik doe even deze vlog in één met gisteren. Want gisteren is natuurlijk niet veel gevlogd. Het is vroeg. Tommy heeft hier gisteravond geslapen. Dus ik heb dat ook de reden waarom ik niet zoveel meer gevlogd heb. Maar ja. Die is net naar zijn werk gegaan. Om de werker ging om 4:15. Maar niet uit. Ik wist het dat hij zo vroeg zou gaan. Maar ik ga daarentegen nog even lekker terug. Ik ga dus niet nu al wakker blijven. Dus ik duik nog even lekker terug een bedje in. Die helaas al wel weer eens afgekoeld. Maar dat maakt niet uit. Ik ga nog even terug. Tom belt me als het goed is rond 8:30 wakker. Als hij het berichtje leest tenminste. En anders lig ik wat langer. Maar dat komt wel goed. En ik ben weer wakker. Ik heb nog eventjes behoorlijk wat teruggeslapen. En nu ben ik wakker. Ik heb wel goed geslapen. Voor die paar uur die ik nog heb geslapen. Tom heeft me een paar keer gemaakt om 7:30 wakker. Want dan wil ik er graag uit. Die heeft me dus ook gebeld. Maar ik heb dus niks gehoord. Het was niet erg. Trouwens, ik ben net wel de werk gebeld. Ik ga maandagochtend nog heel even draaien met wat ik mee kan draaien. Nou, het is nu wel heel veel meer. En ik ga dinsdag weer een ochtend normaal meewerken. En te kijken hoe het gaat, hoe het loopt. Yay! Oh, ik ben zo blij, hè. Dat ik nu gewoon weer de stap kan zetten om normaal te gaan werken. Ik heb er uiteraard nog steeds pijn op mijn schouder. Dat gaat er denk ik dinsdag ook niet meer op worden. Maar dan heb ik in ieder geval wel geprobeerd hoe het gaat. Hoe het voelt. Dus ik ben blij. Ik ben blij. Ik ben blij. Ik ben blij. Helemaal blij mee. Ik ga mijn sloffen aandoen. En zo die gaaien eruit halen. Trouwens, ik had jullie vanmorgen verteld over het feit dat... Oh, anders de voet. Ik had jullie vanmorgen volgens mij verteld over het feit dat Tom en ik het weekend naar Antwerpen gaan. Had ik dat verteld of niet? Oh nee, toch andere voet. Of niet? Oh nee, het is wel de goede voet. We gaan niet alleen een dagje naar Antwerpen toe. We gaan een heel weekend naar Antwerpen toe. Ik heb vanmorgen om 6:15, want toen kon Tom niet slapen, heb ik een hotel geboekt in Antwerpen. Daar ben ik eerder geweest. En daar blijven we dus overnachten 's avonds. En dan gaan we de volgende dag naar huis, zondag. Dus dat is helemaal leuk. Super goedkoop hotel, by the way. Ik was volgens mij totaal €75 kwijt. Voor 2 personen. Een 2-persoonskamer. Dus ja, ik ben helemaal blij. Helemaal leuk. Top. Dus ja, ik ga het... niet zoveel doen, eigenlijk. Hou ik daarbij. Goed, ik ben inmiddels 30:30 aangekleed. Ik heb mijn slaapshirt nog aan. Maar ik heb wel mijn spijkerbroek aan. Adventkalender. Dag 16. Ja, 16. Waar zit die? Oh, bovenin. Oh.
Oh, daar zit iedereen waar ik heel blij mee ben. Namelijk een nagelvel. Hier ben ik heel blij mee, want die heb ik dus nog elke keer nodig. En is nog steeds niet gekocht. Dus dat is iets waar ik ontzettend, blij ben. En is goud en heeft glitters. Yay! Maar gelijk even de koffieadvent kleden, want dan kan ik dan een kop koffie zetten. 16. Ah, wat hebben we vandaag? Oeh, D-café. Nou, die vind ik vaak lekker. En dat is nummer 8. Nou, die heb ik vaker gedronken. En die drink ik dus ook normaal altijd. Als mijn pap ze haalt tenminste. Dus dat is lekker. Dus die gaan we gelijk in het koffieapparaat deponeren. Let's go. Goed, ik heb zojuist net vanmorgen een paar boodschapjes gedaan. Ik heb ook gelijk even wat dingetjes voor het weekend gehaald. Zoals shampoo en dat soort dingetjes. Verder heb ik nu niet zoveel. Ik ga even in mijn bed leggen. Want ik heb het koud. En ik blijf het koud houden. Dat is echt verrot irritant. Dus ik heb serieus een trui aan en mijn badjas erover aan. Omdat ik het gewoon niet warm krijg. Vooral die vragen waarom ik het niet warm krijg. Ik heb ook geen idee. Maar er komt koude lucht van mijn raam af. Dus ik ga mijn gordijnen ook even dicht trekken. En ik heb mijn kachel voluit aangedraaid. In de hoop dat dat ook een beetje helpt. Maar ik heb het gewoon stinkoud. En ik word gewoon niet warm. Heel vervelend. By the way. Ik ben vlogmas video's aan het terugkijken van Elfie en Zoe. En de hele bubs. Alhoewel die geen vlogmas video's doen dit jaar. Maar er is wel een vlog geüpload van allebei. Dus die ben ik aan het kijken. Ondertussen ben ik een beetje wasjes aan het draaien, wasjes aan het ophangen. Alles lekker een beetje in huis dingetjes doen. Ik heb net even opgeruimd hier. En ja, dat is. That's it. Meer heb ik eigenlijk niet te melden. Er is ook verder niet zoveel te doen. Nu. Ik heb net heel veel pijnstilling ingenomen, want ik begon mijn schouder weer een beetje te voelen. En voor de rest alles lekker op het gemak. Goed, even compleet een switch. Het gaat niet zo lekker. Mijn moeder heeft ontiegelijk veel pijn in de voeten weer. We zijn bij de huisartsenpost geweest. Tenminste, medicatie opgehaald. Nieuwe morfine, inclusief morfinepleister. Inclusief morfinepillen. Meer kan ik niet hebben. Ik zou lang dood zijn van die pillen. Mijn moeder heeft daarentegen nog steeds pijn met alle medicatie. Vraag me niet hoe, vraag me niet waarom. Is niet leuk meer. Ik ben weer duizelig. Weer eng. En Kees Bob, onze cavia, die is langzaam naar zijn einde aan toe gaan nu. Die ga ik opkijken als die vannacht of morgen in één keer dood ligt. Beestje is op, beestje is oud, mankeert. Nou ja, wel dingetjes, maar niet dat je denkt hele erge ziektes of zo. Maar het beestje is gewoon op. Het beestje ligt nu maar, eet niks, drinkt niks. Loopt niet meer. Dus wacht, dat hij het heeft gelukkig geen pijn. Het ziet er ook niet uit alsof het pijn heeft. Dus het slaapt alleen maar. Dus ik hoop dat het straks gewoon in één keer over is. Dat is gewoon het beste voor hem. Maar ik ga plassen, dat was de reden waarvoor ik naar boven ging. Maar ik wilde dat even aan jullie melden. Dat mocht er straks niks meer gevlogd worden ofzo. En dit het einde van deze vlog zijn. Sorry. Maar het is niet anders. Trouwens, er komt maandag weer een vlog online. En niet het weekend, want ik zit het weekend in Antwerpen. Dus dat. Goed. Ik ga slapen. Keesje leeft nog. Ik weet niet voor hoe lang. Er zit niet veel leven meer in. Maar hij leeft nog. Mam zit een beetje duffy op de bank. En ik ben ook weer niet zo lekker. Ik ben elke keer wat ik net al zei. Ik ben s'avonds voel ik me elke keer raar. Eng in mijn hoofd. Licht in mijn hoofd. Heel moe of zo.
Ik weet niet wat dat is. Maar ik ga slapen. Morgen ga ik niet vloggen. Dus ik plak de adventkalender voor morgen wel even hier achteraan. Maar voor de rest ga ik morgen niet vloggen. Morgen ben ik met mijn ma bezig. Waarschijnlijk met Kees bezig. Met mezelf. Moet spullen pakken voor het weekend. Dus gun me die tijd. Ik moet morgen spulletjes opladen. Dus ik heb morgen veel te drukke dag. Ik heb eigenlijk even geen zin om dan te vloggen. Ook omdat mijn ma nu niet lekker gaat. Dus ik zou zeggen, ik zie jullie zaterdag weer. En dat betekent dat er maandag dus weer een vlog online komt. Tot zaterdag of tot maandag. Doeg!